Hoi, vandaag is de dag van het kasteel. Ja, kastelen zijn er in allerlei vormen en maten. Een van de mooiste kastelen in Nederland vind ik Kasteel De Haar. Ik ben ook al in verschillende kastelen in Duitsland geweest. En ja, hier vlakbij heb je Slot Loevestein. Laten we eens een kasteel gaan tekenen. Doe je mee? Ja, een kasteel. Hoe ziet het kasteel eruit? Nou, laten we maar eens beginnen met de toren. Zo, er zitten vaak van die kantelen op. Vaak van die smalle ramen, dat zijn schietgaten, zeg maar. Neer een wimpel aan. Zo. Hier aan de zijkant nog een extra torentje zo. En hier ook weer een muur met kantelen. En hebben we hier ook nog ergens een ingang natuurlijk, een poort. Moeten we dan nog hebben. Even denken hoor. Kunnen we dat nou het beste tekenen, hè? Ja, ik sta ook niet elke dag voor een kasteelse deur, dus dat is niet altijd even makkelijk tekenen. Zo. Dus laten we eerst hier maar weer eens naar beneden gaan. Zo. Zo. Is dit meer een poort zo? Zo. Zijde zitten ook nog schietgaten. Oh, ik heb hem niet breed genoeg getekend, zie ik nu. Nou, eigenlijk moet dat dan zo, maar goed. Een valhek natuurlijk. Die pinnen. Zo. Verder gaat. En dan hier nog een toren natuurlijk. En hieromheen moet natuurlijk ook nog een gracht lopen. Ik weet trouwens niet of dat dan in een gracht staat of dat het echt tot in het water staat. Het zou best eens kunnen dat het gewoon tot in het water gaat zo nu. Zo'n muur dan, maar goed. Ook vlaggetjes, dakpannetjes. En ook hier weer schietgaten. Dus ja, richting die ingang ook hier. Dan moet ik hier een mooie brug van maken zo.
Je schaduw eraan geven, zo. De muren liggen net iets dieper dan de torens en de poort, zo. Dus dit ligt ook een beetje zo in de schaduw. Ja, in de achtergrond kunnen natuurlijk ook nog verder torens zijn. We kunnen hier ook nog een boog wel even doen. Zo. Zo'n raampje natuurlijk ook nog meer zo kunnen doen. Sommige kastelen hebben zelfs luiken. Dus als je dan bijvoorbeeld hier een raam doen. Zo. En dan hebben ze hier bijvoorbeeld de onderste ramen zijn dan nog voorzien van luiken. Maar goed. Ik denk dat we zo best een aardig kasteeltje hebben, zo. Zeg, ik maak hier ook nog een toren op. Zo. Er zijn nog wel die poppetjes zo op. Boogschieters. Hier staan ook nog poppetjes op. Voor de verdediging. De soldaatjes. Zo. Nou, ik vind dat we zo best een aardig kasteel hebben gedaan, getekend. Ga zelf eens op zoek naar plaatjes bijvoorbeeld van kastelen en probeer zo'n kasteel na te tekenen. Het is ook nog niet zo eenvoudig, volgens mij. Nou, ik heb een poging gedaan en de volgende pogingen zijn jullie. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.